In deze aflevering van Oud-Vlaardingen TV gaan we terug naar de tijd dat Vlaardingen een echte vissersplaats was. In die tijd lagen hier aan de Westhavenplaats, aan de Havenstraat en aan de Korte Dijk allerlei scheepswerven. En met visserijkenner Peter Zuidgeest lopen we hier rond en gaan we de historie van de scheepsbouw en de scheepswerven in Vlaardingen. Scheepsbouw? Ja, in Vlaardingen kunnen we dat niet verder terugvinden dan 1552. En dat bekend is geworden is eigenlijk te danken aan Thijs Struis. Want die heeft in de tijd, hebben we ons bezig gehouden met zijn werverboek. En die heeft in allerlei verkoopactes en alle notariële archieven zitten snuffelen. En waar we nu staan is eigenlijk dus een hele historische plek. Want hier hebben dus ongeveer een paar scheepswerven gezeten. Die man heette Krauch van zijn achternaam. Officier in het zou je zeggen. Gevolgd door Breskens Helling, die ook ongeveer hier op de Westhavenplaats heeft gezeten. En daarna hebben we er nog een gekregen. En die zat er weer bij de Havenstraat. Dat was de Helling van Noord. Hier heeft natuurlijk heel lang een havenkraan gestaan. Die havenkraan was natuurlijk belangrijk voor een scheepswerf, want je moet je masten in die schepen kunnen zetten. En later, op de plaats waar nou ongeveer dit oude bankgebouw staat, hebben we de werf van Simon van Gein gekregen. Die van Gein, dat waren belangrijke scheepsbouwers in Vlaardingen. Want die hadden ook nog een werf van de Korte Dijk, maar daar komen we dus dadelijk, gaan we daar al voorbij. Scheepsbouw heeft hier plaats gehad tot 1863. Toen ging Simon van Gein failliet. Maar voordat bekend was, was meneer van Gein al stiekem naar Dordrecht vertrokken. Het aardige is dat die grond van die scheepswerf, hier aan de Westhavenplaats, is gekocht door de Rooms-Katholieke parochie van de Sint-Johannes de Doperkerk. Die kerk was er natuurlijk nog niet. Maar die grond was zo slecht, dat uiteindelijk hebben ze die kerk niet hier gebouwd, maar bij de sluis. En dan was de grond ook slecht, maar dan zijn ze pas later achtergekomen. De Havenstraat die is niet zo oud als Vlaardingen zelf. De Havenstraat is pas in het begin van de 17e eeuw toegankelijk eigenlijk geworden voor de Vlaardingers. Want dat dreef hier, zo noemden ze dat, hè? Een stuk grond wat regelmatig onder water liep, dat dreef. Nou, dat was hier ook het geval, dus die hele havenkant, dat was dus eigenlijk één moeras. En uiteindelijk hebben ze dus van het Hoogheemraadschap van Delftland in de tijd toestemming gekregen om dat wat te gaan doen, dat is opgehoogd. Dus daar kon je er wat mee. Dat heeft als resultaat gehad dat we in 1597 eigenlijk al de eerste scheepswerf aan de Havenstraat zien ontstaan. Op de plaats waar we nu staan is het de geboortegrond eigenlijk van de latere bekende werf van Vigé. En er zijn in sommige werven in Vlaardingen, die hebben wel 16, 17 verschillende eigenaren gehad. Een hele bekende hier was bijvoorbeeld Polderman, die heeft hier gezeten. Maar de werf is natuurlijk altijd heel erg bekend geworden door Isaac Samuel Vigé. Deze werf was in 1866 in bezit van J.J. Roelands. En Roelands was de directeur van de gasfabriek in Schiedam. En op die werf, daar werkte dus Isaac Samuel Vigé. En dat was waarschijnlijk zijn uitvoerder, zeg maar, zijn scheepmakersbaas. En daar is dus de eerste in Nederland gebouwde logger ook gebouwd, de Hollander. En in de loop van de eeuwen zijn bij de werf, laten we maar over Vigé blijven praten, zijn er dus vele tientallen hoekens en buizen gebouwd. En later heel veel houten en stalen zijloggers. Vigé is dus onder andere bekend geworden dat hij dus eigenlijk na de oorlog, in 1955, de eerste moderne trollen van Vlaardingen gebouwd heeft. Dat was de Vlaardingen 27 burgemeester Heusens. Het schip heeft nooit gelukkig gevaren, helaas. Maar daar heeft hij dus ijverig al meegedaan. Hij heeft ook nog een paar trolletjes voor Frankrijk, voor La Rochelle gebouwd. En hij heeft heel veel tanklichters gebouwd voor de Shell, voor de Esso. Al dat kleine spul, sleepbootjes, veel schepen voor het buitenland, voor Indonesië onder andere.
Maar ja, op een gegeven moment, de moderne tijd vraagt om uitbreiding en dan kon je natuurlijk al deze havenstad niet. Dus uiteindelijk is die vertrokken naar de nieuwe haven, daar hadden ze dus een paar droogdokken. In 1969 hebben ze de boel aan de HVO verkocht. En dat is later natuurlijk nog van, hoe heet die, goede man geworden. Dame is dat geworden, maar dat is sinds een paar jaar geleden is dat dus ook over. We zijn nu ongeveer aangekomen op de locatie waar vroeger de scheepswerf A. de Jong heeft gezeten. En dat was een werf, daar werd de Rode Galei gebouwd. De Galei, dat was een roeischip, dat hadden ze van de Spanjaarden afgekeken. En daar werden dus gevangenen, die werden daar dus opgeplaatst en die konden dus de rest van hun armzalig bestaan, konden ze daar doorbrengen. Hij is heel lang in het bezit geweest van de familie De Zeeuw. En die hebben die werf in 1895 aan Albert de Jong verkocht. En Albert de Jong, was toen een Scheveninger. En die was getrouwd met een van de Toren. En in 1877 hebben die van haar grootvader van haar hebben ze een aandeel gekregen in een bommenwerf. Maar doordat op een gegeven moment die bomschuiten geen toekomst meer hadden, ze konden niet meer op strand komen door de aanleg van de Delftlandse hoofden. Maar Albert de Jong dacht, ja, als ik als Scheveninger die werf gaat kopen, dan wordt die prijs natuurlijk lekker opgevoerd. Dus hij heeft een Vlaamse koopman in de arm genomen en die heeft die werf voor hem gekocht. Dus als stroomman, zeg maar. Dan moet ik erbij zeggen dat Albert de Jong eigenlijk helemaal geen Scheveninger was. Dat was een geboren Vlaardinger en die woonde ook in de Havenstraat. Was een veelzijdig man, want in 1895 is hij dus gelijk weer begonnen met de loggenbouw, de houten loggers. En hij deed ook nog wat anders. Albert de Jong die zag dus dat stoomspullen op de markt kwamen om dus de vleet binnen te halen via de reep. Dat deed men vroeger met de handspil, de douwspil, waar al die mensen, die vissermannetjes in de rondte moesten lopen om dat zware werk te doen. En dat komt nu met een stoomspil. Dat wil zeggen een stoomketeltje onderdeks en een winch, zeg maar, de stoomspil bovendeks. Die is hij gaan maken in zijn eigen machinefabriek vanaf 1903 ongeveer. Dat is een enorm succes geweest. Aan de Havenstraat zijn er ruim 70 loggers verbouwd. Maar in de jaren 20, zo rond 1927-28, toen heeft hij voor het laatst een reddingsboot gebouwd, de Koningin Wilhelmina. En toen heeft hij daar boel eigenlijk omgeswitcht daar voor het werk voor constructiewerk. Dus er werden daar dus constructies voor loodsen en dat soort dingen. Dat was typisch werk voor de Havenstraat. Maar we zien dus dat op een gegeven moment in 1966 zijn ze verhuisd naar Schiedam. En toen was het dus aan de Havenstraat over. En de familie Van Dam, want daar wil ik het dan maar even over hebben, heeft deze werf in bezit gekregen vanaf 1822. En dat ging dus van vader op zoon ging dat zo door. Van Dam heeft ook houten loggers, veel houten loggers gebouwd. Van Dam had één typerend geval. Hij is nooit op ijzer of over staalbouw overgegaan. Maar Van Dam is tot het einde toe de houten scheepsbouw trouw gebleven. Wat hij wel weer had, was hij had een elektrische smederij. En daar maakten ze roerstevens voor schepen, voor koopvaardijschepen, voor zeilschepen. Dus dat was weer eigenlijk een aparte handel. Maar omdat hij natuurlijk niet op staal is overgegaan, daar zat natuurlijk geen toekomst meer in. Dus in 1924 is dat hele boeltje dus verkocht. En op de duur zie je dus bouw daar tevoorschijn komen met zijn bouwmaterialenhandel. Moet ik er nog bij zeggen, dat eigenlijk ook net als bij A. de Jong, dat Van Dam ook een eigen rederij had. Hij had eigen loggers, dat is makkelijk. Je bouwde je eigen loggers en die bracht je dan in de vaart. Het gebeurde wel eens, dat is een oorzaak, dat geen werk was. Hij had bijvoorbeeld, de werf hadden geen opdrachten, dat een werfbaas die ging dan maar een logger bouwen. Maar hij moest natuurlijk zijn personeel aan de gang blijven. En dan probeerde hij alsnog zo'n schip te verkopen. Dat lukte meestal wel, maar als het dan niet lukte, nou, dan bracht hij hem zelf maar in de vaart, want anders heb je natuurlijk dood kapitaal.
Bij Verdam is dat denk ik ook wel eens gebeurd, maar hij had toch een aardige rederij en daar heeft hij ook een pakhuis voor gebouwd. En we verkeerden er gelukkig in de omstandigheid dat dat pakhuis er nog staat. Dat is eigenlijk het enige wat we nog van die geschiedenis kunnen laten zien. Dat pakhuis was niet alleen voor de werf, maar dat werd hoofdzakelijk gebruikt voor de rederij. Dat is drie, vier loggers in de vaart. En daar heb je natuurlijk opslag nodig voor je kuiperij. Je moet je vleten kwijt, 's winters, je moet je repen kwijt. En daar had je die rederijpakhuizen voor nodig. Het pakhuis is van ongeveer 1890. Dan moet je daar niet een grote voorstelling van maken, want in principe als je daar binnen ging kijken, dat was altijd kaal. Dat was gewoon één hele grote ruimte, behalve als er een zoutkas in zat. Die zat dan meestal beneden. Een zoutkas is dus opslagplaats voor zout. En hij had dus ook een kuiperijtje, zal hij er wel bij gehad hebben, want je moet die haring natuurlijk ook kunnen verwerken. Een van de meest spectaculaire dingen is natuurlijk het te water laten van de schepen. Ja, dus, want bij de havenstaat liepen deze loggers altijd met de kop de Hoflaan in. Ik moet niet vergeten, zo'n houten logger, bouwtijd 8 weken tot 2-3 maanden. Dat varieerde hoeveel werk er was en hoeveel haast er bij was. En voor de tewaterlating, en moet ik altijd zeggen dat de schepen in Nederland lange tijd met hun voorsteven gericht naar het water zijn gebouwd. Dat had een bedoeling, omdat een voorsteven veel sneller uit het water omhoog komt dan een achtersteven. En die smalle wateren, zo werkt dat nog helemaal hier, het zijn altijd smalle sleutjes waar aan gewerkt wordt, is dat natuurlijk van belang. Nou ja, ze wisten dat zo'n houten logger dus zeker aan de Hoflaan dus vast ging lopen. En daarvoor hadden ze dus die beroemde schoolkindertjes nodig. Want die mochten dan aan boord en er zaten er zo'n 80, 90 van die kinderen op. En die hadden natuurlijk een bedoeling, want zodra dat schip dus van de helling afgleed, liep hij met een vaart tegen de Hoflaan om en klom daar dus een beetje omhoog en zat gelijk vast in de bagger. Maar dan lieten ze die kinderen op commando van stuurboord naar bakboord lopen. En dat heen en weer. En dan werd het schip als het ware losgeschommeld. En dan zakte die dus terug. Ja, die tewaterlating was voor die scheepsbouwmeester en voor de scheepsbouwers. De mensen, het is natuurlijk altijd een spannende gebeurtenis. Want ja, het kan ook fout gaan. Maar bij mij weet is dat in Vlaardingen altijd goed gaat. Uit de Havenstraat, de Korte Dijk op. We schuiven door in de tijd. En we komen weer bij andere werven terecht. Ja, we zien dus dat het Buizengat, de plaats waar dus vroeger de haringbuizen 's winters werden opgelegd. En tot op vandaag heeft dat dus een naam behouden, wat natuurlijk erg leuk is. We staan nu op de plaats ongeveer waar vroeger de scheepswerf van Korver was. En die was genoemd Dammers Erven. Dat heeft allemaal met familiezaken te maken, dat Dammers Erven. Uiteindelijk is die dus bij de familie van Gein terechtgekomen. En Korver is vrijwel zeker de scheepstimmermansbaas geweest van de familie van Gein op deze werf. Onze vriend Korver had geen centjes. En hij heeft ook niet zelf op die werf geboden, maar dat heeft Hogendijk voor hem gedaan. De bekende reder in Vlaardingen. Korver heeft de eer om in 1872 een sleephelling te maken. Dat was een ongekend fenomeen in Vlaardingen. De schepen werden vroeger dus bij vloed voor de werf gelegd. En bij laag water werden ze gekrenkt, werden ze scheef getrokken. En dan kon je dus de ene kant schrappen en boenen en repareren. En als dat klaar was, moest je hem omdraaien en bij het volgende tij, of een paar tijen later, moest je er voor de andere kant hetzelfde doen. Dus dat was natuurlijk een hele grote verbetering, zo'n sleephelling. En heel lang hebben aan de Korte Dijk nog zijn werfschuur gestaan. En daar kon je dus heel mooi zien op de naamborden die tegen de zijkant van de schuur aan werden gespijkerd, welke schepen die gebouwd heeft. Nou, in 1878 is deze werf verkocht aan Willem van der Wind.
En die is daar dus ook mee doorgegaan. En we zien uiteindelijk dat deze werf in de 20e eeuw in handen komt van architect Snijders en aannemer van Vliet in Vlaardingen-Ambacht. Ze hadden een stuk grond nodig voor de bouw van een soort flatgebouw, wat hier nog jaren heeft gestaan. 2 of 3 hoog was dat, geloof ik. En ja, die helling die hoorde daarbij. Dat was dat flatgebouw stond eigenlijk op een groot deel van zijn voormalige werf. In 1935 heeft Albert de Jong, die heeft die helling gehuurd voor 420 gulden per jaar van de voornoemde heren. En die had dus beloofd, ja, moet je luisteren, ik gebruik het maar om 4-5 scheepjes per jaar te hellingen en ik zal ook geen herrie maken. Ja, daar kwam natuurlijk niks aan terecht, want er werd natuurlijk geklonken en gelast. Dus de beide heren Snijders en Van Vliet hadden de grootste moeite om huurders te vinden voor hun gebouw. Nou ja, we staan hier dus op de grond van Korven. En als we naar de overkant kijken, dan hadden we nog een scheepswerf. En dat was de werf van Jacobus Verwij. En Jacobus Verwij was een veelzijdig mens, want hij was ook nog scheepskapitein geweest. En hij gaf ook nog les aan visserlui. En hij had tevens ook een werf in Schiedam. Maar in 1878 is hij hier een werf begonnen. En gelijk met een sleephelling van ongeveer 70 meter lang. Hij had een stoomketeltje om de helling te bedienen. En bij Verwij zijn er ook een aantal schepen gebouwd, een aantal loggers. Er is ook nog een passagiersstoomboot gebouwd, de Maasnimf. En in 1903 is die werf overgegaan naar zijn zoon. En die heeft een heleboel verkocht in 1914 aan Albert de Jong. Dus Albert de Jong had dus aan de Havenstraat had hij dus een werf. En hij had dus aan de Hoflaan weer een werf. En daar heeft A. de Jonge heeft daar nog wel een paar schepen gebouwd aan die Hoflaan, niet veel. Een paar Belgische motortrollers zijn er in de begin 30 of 30 jaren gebouwd. En die werf werd dus volledig gebruikt voor het verlengen en moderniseren en repareren van allerlei soorten schepen. En deze werf is in vol bedrijf geweest tot 1968. En toen is de werf van de Hoflaan eigenlijk gestopt. En toen is de hele boel verhuisd naar Schiedam. Albert Pronk was een Scheveninger en die heeft begin 1900 hier erfpachtgrond aangevraagd om een scheepswerf te beginnen. En dat heeft hij ook gedaan. En deze meneer Pronk was een koopman, hij was reder, hij was scheepsbouwer en een handelaar en makelaar in huizen, dus hij deed van alles. Hij heeft ongeveer 19 loggers gebouwd, houten loggers en een paar stalen. Onder bijna allemaal Scheveningen is op 1 na. Dat was dan de Vlaardingen 106. Hij heeft op een gegeven moment die werf verhuurd aan Van de Wind. En uiteindelijk heeft hij de werf in 1928 aan Albert de Jong verkocht. Bijna aan het eind van de Korte Dijk. De werf van de gebroeders Van de Wind. Deze werf was niet zo oud, die is in 1850 opgericht door Van Dam, dezelfde Van Dam, aan de Havenstraat. Dat was namelijk het geval, Van Dam die kon regelmatig koopvaardijschepen bouwen, maar die waren eigenlijk te lang voor zijn werf, die was niet zo diep. En dan moest hij een paar meter erbij hebben van de Havenstraat. En dan vroeg hij dus vergunning aan de gemeente Vlaardingen, of aan de stad Vlaardingen, om dat te mogen. Nou, dat mocht dan meestal, dus er stond er ineens in de Havenstraat, halverwege stond er een stuk van een schip. Dat was natuurlijk wel bijzonder. En omdat hij verwachtte daar nog meer opdrachten voor te krijgen, is hij dus hier, aan het eind van het Buizengat, is hij dus in 1850 een tweede werf begonnen. In 1866 heeft hij hem voor een deel verkocht aan een neef van hem, daar komt Van de Wind om de hoek kijken. En die familie Van de Wind, die heeft... Had dus op een gegeven moment dus 2 werven, dus de oude werf van Korven, van W. van der Wind. En op een gegeven moment werd dit dus de gebroeders van de Wind. Die hebben daar dus ongeveer ruim 100 schepen gebouwd. Stoomloggers, stalen zijloggers, motorloggers, sleepboten. Ze hebben van alles hier gedaan. En op een gegeven moment zijn ze eigenlijk verhuisd naar de Nieuwe Maas. Dat is begonnen zo vanaf 1967. Dat die scheepvaart, vooral met kustvaarders, dat kleinschalige, dat ging een beetje naar de knoppen. Maar je ziet hetzelfde natuurlijk in de grote scheepsbouw. Kijk maar naar Wilton, Feyenoord, een werf van 6600 mensen, daar werken nog een paar honderd. Kijk, de Nieuwe Waterweg is verdwenen, de RDM is verdwenen, de Gusto is verdwenen.
Allemaal weg. En dan kwam natuurlijk de lage lonenlanden, de Korea, Japan. Ja, ja, dan houdt het op. Thank you.